En dit is hem dan, de nieuwe tankautospuit van de brandweerpost Havelte. Die na 21 jaar de oude gaat vervangen. De auto is uitgerust met een moderne blusmonitor. Deze blusmonitor heeft een worplengte van maar liefst 70 meter. En op die 70 meter kan hij 2500 liter per minuut spuiten. De brandweermannen zijn er blij mee. Het is een speciaal bosbrandbestrijdingsvoertuig. En daarom is hij uitgerust met nog meer speciale spullen die niet op een standaardauto zitten. Zoals bumpernozzels. Bumpernozzels? Bumpernozzels die kunnen het terrein voor het voertuig koelen. En die spuiten ook op de banden. Zodat wij een terrein kunnen kruisen waar een brand geweest is. De auto is uitgerust met een vierwielaandrijving en ook een extra hoge bodemvrijheid. Waardoor je inderdaad ook een oneffenheid terrein makkelijk kunt doorkruisen. En de auto heeft een extra grote tankinhoud van maar liefst 3200 liter per minuut. Om in het geval van een natuurbrand toch net iets meer water bij je te hebben en daar een eerste aanzet op blussing te kunnen geven. Want zo'n flinke natuurbrand hebben we in Drenthe al gehad. Weet ook de veiligheidsregio Drenthe nog erg goed. Ja, water zijn we nog niet vergeten. Ook ik zelf niet. Maar water 2018, dat staat wel in ons geheugen gegrift. En we hebben een goede en grondige evaluatie naar wateren gehouden met elkaar, met heel veel betrokkenen. En een aantal zaken zijn eruit gekomen. Onder andere dat we onze capaciteit wou vergroten. Ja, want jullie verwachting is ook wel dat zeg maar, een heidebrand dat nog vaker voor gaat komen en ook vaker tegelijkertijd. Nou, daar maken we ons wel zorgen om, zeg maar. Hè? Het wordt steeds droger in de natuur. We weten allemaal de klimaatverandering. En dat er een natuurbrand kan ontstaan, dat gebeurt natuurlijk al eeuwenlang. Maar als er meerdere natuurbranden tegelijkertijd ontstaan, ja, dan moeten we toch keuzes maken. En dan is het best lastig. Dus daar maken we ons best wel zorgen over. Ja, wat kun je uitleggen waarom juist dit zo lastig is om te bestrijden met de brand? Nou ja, ook al is het nu vroeg in het voorjaar, toch kan een pijpenstootje wat we hier zien, dat kan heel snel opdrogen. Een oostenwind, lage luchtvochtigheid, dat kan zoiets heel snel in brand raken. En onder invloed van de wind kan er zich dat snel voortplanten. En dan kan het best lastig zijn om zo een te blussen. Wat zijn dan dingen die op zo'n auto zitten die dat beter te bestrijden maken? Nou, in Drenthe hebben we afgesproken dat we vooral de bumpermonitor gebruiken. Die is net ook gedemonstreerd. En dat is voor ons zeg maar, ons wapen om een stoplijn te creëren. En dat doen wij door middel van de berm nat maken. En daar is de bumpermonitor uitermate geschikt voor. En dat is ook een veilige manier om een brand te bestrijden. En in heel Drenthe kunnen we de ellende van water in de toekomst voorkomen? Ik zeg niet dat we dat kunnen voorkomen, maar ik zeg wel dat we er beter klaar voor zijn dan in 2018. Voor de mannen in Havelte is nu de proefperiode begonnen. Wij hebben tot het eind van deze maand om te testen en te proberen. En daarmee moeten we zowel inderdaad het rijden met het voertuig onder de knie zien te krijgen. En het bedienen van het voertuig. Zodat we inderdaad veilig met deze auto de weg op kunnen. En dan kunnen de mensen met een gerust gevoel wandelen in de heide in Havelte. Zeker weten. Ja hoor, daar gaan we in ieder geval ons best voor doen.